Reizen is heel nuttig. Het prikkelt de verbeelding. Al het overige geeft maar teleurstelling en last. Onze reis hier is volkomen denkbeeldig. Dat is zijn kracht. Hij voert ons van het leven naar de dood. Mensen, dieren, steden, dingen, alles berust op verbeelding. Het is een roman, een verzonnen verhaal, meer niet. En trouwens, iedereen kan het doen. Men behoeft zijn ogen slechts te sluiten. Het is aan de andere kant van het leven. Ons leven is een barre reis door winters doodsgezicht. Wij zoeken ons een weg omhoog naar een hemel zonder licht. Ik herinner me nog precies hoe ik met het werk van Céline voor het eerst in aanraking kwam. Dat is ruim 40 jaar geleden. En ik had toen al hele vage ambities om misschien ooit iets te schrijven. Maar toen ik dat las, dacht ik, ja, als je zo kunt schrijven, als zo'n man dat kan, is voor mij nog de moeite waard om het te proberen. Ik zal dat nooit zo kunnen. Maar hij is me toch, het is toch mijn voorbeeld geweest. En van meer Nederlandse schrijvers het voorbeeld. Proberen te doen zoals hij. Nooit gelukt, maar toch mijn best gedaan. We bevinden ons hier bij het huis waar Céline de laatste 10 jaar van zijn leven heeft gewoond. Iets buiten Parijs gelegen. Dat hij in ongeveer 1951 heeft gekocht. En waarin hij ook in 1961 is gestorven. En hier heeft hij gewoond de laatste 10 jaar dus met zijn vrouw Lucette, wier naam al ingebeiteld staat op zijn zerk op het kerkhof. Hoewel ze nog in leven is en hier nog steeds als zijn weduwe woont. We kunnen wel zeggen dat het allereerste boek van Céline, Voyage au bout de la nuit, Reis naar het einde van de nacht, meteen ook zijn hoofdwerk is geworden. Het boek De Voyage was een soort bom dat verbijstering wekte. Het verhaal van het boek speelt zich dan hier, dan daar af. In Frankrijk, in Parijs, in Afrika, in Amerika. Maar in werkelijkheid eigenlijk speelt het verhaal zich af in en om Parijs. In de buitenwijken, in de arme wijken. De grote stad als symbool van het leven, van het lijden en van de dood. Het grote thema van alle kunst. Het enige thema van alle kunst en het grote en enige thema van Céline, de dood. En wij staan nu hier en hebben uitzicht op de grote stad Parijs. En zoals Céline geschreven heeft, iedereen kan die reis zelf maken. Je hoeft je ogen maar te sluiten en de reis neemt een aanvang. Zo. Ze gaan mijn reis naar het einde van de nacht weer eens op stapel zetten. Dat doet me toch wel iets. Er is in de afgelopen jaren heel wat gebeurd. Als ik niet zo omhoog zat, niet zo verplicht was om een kostje te verdienen, dan zou ik alles vernietigen. Dat zeg ik jullie maar meteen in jullie gezicht. Geen regel zou ik meer laten afdrukken. Alles wordt toch verkeerd begrepen? Ik heb veel te veel kwaad gesticht. Kijk maar eens om je heen. Wat een doden, wat een haat, wat een valsheid. Wat voor soort beerput allemaal. Wat een troep ongedierte. Nou, je moet wel blind en doof zijn. Goed, zullen jullie zeggen. Maar het heeft toch niks met die reis van jou te maken? Die misdaden van je, waar jij aan kapot gaat, die hebben er toch geen bal mee te maken? Je hebt jezelf de das omgedaan. Het zijn die landverradersgeschriften van je. Je afgrijzelijke taalfouten. Je bedenksels met al die schofterigheid en platte grollen. Zo zit dat. Ach, sorry.
1000 keer sorry. Ja, sorry hoor, maar ik word razend. Is het niet om uit je vel te springen? Ik tril, ik walg. Jullie troep huichelaars. Flauwe kul. Ik stink er niet in. Het is om de reis dat jullie het op mij begrepen hebben. Onder de valbijl moet ik dat nog brullen. De reis naar het einde van de nacht is de afrekening tussen mij en al die anderen. Katika la putain, celle qui n'aime le matin, à l'aubergise crève le grain, ni mon cœur fidèle ni les roses. You profondis, yop tedium, à la grand-vergue le petit homme, chacun goélant dans sa mâture, à nous coulant, à la figure. Quand Katinka sera bossue, nous irons voir au citadelle. À force de prêter son cul, la cloche trois fois gros comme elle. You profondis, yo tédéum, à la grand-vergue, le petit homme, chacun goéland dans sa menture. À le coulant, à le figure. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Soyez comme toujours les bienvenus chez Louisette, à la guinguette du cœur des puces. La guinguette, vous trouverez toujours de l'ambiance, du folklore et de la musique. La direction de cet établissement, tout le personnel, mes camarades et moi-même, nous sommes heureux de vous accueillir ici. Alors nous pensons vous faire passer quelques bons moments. Het verhaal van de reis naar het eind van de nacht, het boek van Céline, begint in een kroeg, in een Franse kroeg, en het eindigt in een kroeg. En het boek begint dat de held, Bardamu, met iemand zit te praten, met een kornuit, over Frankrijk en over het leven en over de maatschappij. En dan komt er opeens een optocht voorbij van vrijwilligers, want de oorlog is uitgebroken, merken ze dan een paar uur tevoren. En Bardamu die staat op en die zegt, ik doe mee. En zijn vriend Robinson die waarschuwt, die zegt, je bent gek, je bent stapelgek, je bent besodemieter. En hij rent en die optocht met bloemen en alles en nog wat, die gaat voort en die sluit steeds meer mensen aan. En het wordt dus een binnenplaats binnengeleid en dan wordt het hek gesloten en dan schrijft ze die, ja, wij burgers waren in de val opgesloten als ratten en er was geen ontkomen meer aan. Dus die vaderlandsliefde, dat patriotisme, dat kostte veel mensen een hoge prijs. En het boek eindigt ook weer in de kroeg. Met na de dood, nadat Robinson doodgeschoten is. En ja, dat weten we, dat een groot deel van het leven zich in Frankrijk in de kroeg afspeelt. Voor de Fransen is eten en drinken erg belangrijk. Dat is eigenlijk zowat, het eten is voor de Fransen een soort godsdienst. Als je het hebt over het lam gods, dan denken ze dat je aan je gigot d'agneau à la manière bedoelt. Céline is uitzonderlijk omdat hij in zijn boeken
geen diners voorkomen, geen recepten, geen dure kostuums of japons of modeshows of bals champêtre. Het is heel ascetisch eigenlijk, zijn visie op het leven. Zeer elementair. Hij was bijvoorbeeld geen alcoholist. En je merkt nergens dat voor hem het hele leven om eten en aan tafel zitten draait. Want daar draait het bij de Fransen eigenlijk alleen maar om. Om eten, om kleren en om geld. En verder nergens om. Pour commencer le spectacle chez Louisette, j'ai le grand plaisir de vous annoncer la jolie voix de Manuela qui va se produire dans son répertoire d'Edith Piaf. On l'applaudit très fort, on l'encourage. Manuela, merci toi. Hij heeft de Fransen over, ja, Frankrijk en de Fransen wel de waarheid gezegd. En volgens Céline zelf, dat zeg ik niet hoor, was het Franse volk een inferieur ras. Dat zeg ik dus niet hoor. Want anders komt meteen weer in heel Nederland het overkoepelend orgaan in het geweer. Maar dat is dus het controversiële van Céline. En alles is origineel, alles is groot, alles is krachtig en alles is totaal. En het heeft niets van dat polijste, dat badineren, die drie of die vier takt van dat lichtvoetig proza. Wat in Nederland op de literatuur een heel slechte invloed heeft gehad. Er is geen literatuur die zo'n vernietigend invloed had op Nederland, waar de Nederlandse schrijvers dat als voorbeeld namen. Dat geouwe hoer, dat gezeur. En dus voor veel mensen is Céline eigenlijk nog ontoegankelijk. Kunnen het toch niet aan, ze begrijpen het niet, maar er is niks aan te begrijpen. Dat ze zeggen van Céline dat het zo buitengewoon negatief is. Het is een erg waarheidsgetrouw beeld van het leven. En echte kunst is altijd pessimistisch. Er bestaat geen optimistische kunst. Mon amour, puisque tu m'aimes, j'irai jusqu'au bout du monde. Ja, kijk, het is zo, als Céline over de liefde schrijft, dan is hij daar niet cynisch over. Maar wel, ja, het is een moeilijke zaak. En het is zo dat de Fransen hebben geen woorden voor gevoelens. In het Engels heb je 30 woorden voor allerlei soorten van liefde. Maar in het Frans heb je alleen maar je t'aime, dat betekent niks. Ik heb je lief. En je hebt tu me plais, dat betekent ik wil met je naar bed. En verder zijn er geen woorden. Het is voor de Fransen is de liefde en is de lichamelijke erotiek net zoiets als eten en drinken of een lekkere cognac. Het is heel, heel wonderlijk. En als je die Franse chansons hoort, dan klinkt dat erg goed met de gitaar, met de begeleiding en l'amour, l'amour. Maar als je die troep vertaalt, blijft er helemaal niks van over. Het is een taal waarmee gevoelens en dingen verborgen kunnen worden door een esthetiek van die taal. Dat de hele wereld gaat naar Frankrijk, want daar zou de cultuur zijn. Maar de cultuur is overal, behalve in Frankrijk. Ja, je kunt in Parijs, dat is de beste kunstveiling, en daar is het meeste naartoe gebracht. Je kan het beter in Parijs kopen dan in Egypte of in Mesopotamië, dat is natuurlijk waar. Maar cultuur... Ik heb nog nooit gemerkt dat er... Ik ben nooit een Fransman ontmoet die last had van cultuur. Thank you.
Daar, heel ver weg, had je de zee. Maar ik hoefde er nu niet meer over te fantaseren. Ik had wel iets anders aan mijn hoofd. Dat gezwalk van mij was nu voorgoed afgelopen. Mijn portie nu maar eens aan een ander. Eerlijk gezegd had ik geen zin om nog meer te verdragen. Ik was niet op één enkel ijzersterk idee gekomen. Eén idee, nog veel groter dan mijn dikke kop. Veel groter dan alle angst die erin zat. Eén mooi idee, één machtig idee. En heel geschikt ook om mee te sterven. Hoeveel levens zou ik moeten leven om op zo'n idee te komen dat sterker is dan alles in de wereld? Die ideeën van mij, die zwabberden in mijn hoofd met heel wat ruimte ertussen. Het waren net kleine lieve kaarsjes met flakkerende vlammetjes die een heel leven lang trilden midden in een afgrijzelijke en angstaanjagende wereld. Dat iedereen wel bekend zal voorkomen, staat hier ongeveer een eeuw en is gebouwd als een soort triomf van de technieken van de vooruitgang door de ingenieur Eiffel. Het is gebouwd ter gelegenheid van een van die grote evenementen van die tijd, die gigantische wereldtentoonstellingen. En Céline zag als klein kind, bezocht hij de grote wereldtentoonstelling van de eeuwwisseling. En hij was natuurlijk net als iedereen geïmponeerd, maar hij zag toch in die techniek die opkwam iets wat het leven zelf, het bestaan zelf zou gaan bedreigen. En ja, het was natuurlijk een romantische visie van hem, maar zo gek was die gedachte natuurlijk niet. En hij schrijft daarover, over zijn bezoek aan de tentoonstelling als klein kind, aan de grote wereldtentoonstelling van 1900. Tijdens de wereldtentoonstelling van 1900 was ik nog heel jong. Maar ik herinner me nog goed dat het een geweldige, woeste bedoeling was. Vol met verwrongen metalen toestanden, gigantische bedreigingen, rampen die ons boven het hoofd hingen. Het moderne leven brak aan. Alles trilde in dat onmetelijke gebouw. En zelf werd je van je voeten tot je oren bevangen door dat getril. De ruiten, de vloer, het ijzer, alles schokte en beefde van onder tot boven. Automatisch werd je zelf ook een machine. Al dat vlees van je bibberde in dat heidens kabaal dat helemaal binnen in je kroop en je hoofd vulde en wat lager je ingewanden door elkaar schudde en naar je ogen steeg met snelle, korte en eindeloos doorgaande schokken. Er stond altijd wel een dorp in brand, de kant van het geschutvuur op. Omstreeks die tijd zijn heel wat dorpen aan de horizon beginnen te branden. Iedere avond, steeds maar weer, in een heel grote kring om ons heen. Alsof er overal in de omtrek een vreemdsoortig feest aan de gang was. Voor ons en naast ons stond de hele streek in brand. Het gaf vlammen die opflakkerden en langs de wolken lekten. Alles ging in vlammen op. Kerken, schuren, de een na de ander. Hooibergen, waaruit fellere en hogere vlammen sloegen. En verder balken die zich recht in de nacht oprichten met franjes van vlammetjes voordat ze in de gloed terugvielen. Feitelijk was de oorlog alles wat je niet begreep. Dat kon zo niet doorgaan.
Ze omhelzen elkaar, die twee, nu en voor eeuwig. Maar de cavalerist had geen hoofd meer. Je zag alleen een opening boven in zijn hals, met bloed erin dat klokkend sudderde, zoals een pan met jam. De buik van de kolonel was opengereten, zijn gezicht was afschuwelijk vertrokken. Het had hem beslist pijn gedaan toen het gebeurde. Zijn eigen schuld. Als hij bij de eerste kogels weg was gegaan, dan was het hem niet overkomen. Al dat vlees bij elkaar bloedde verschrikkelijk. Links en rechts van dit tafereel ontploften nog granaten. Ik vond het al lang goed en ging weg, maar al te blij dat ik zo'n mooi voorwendsel had om hem te smeren. Ik neuriede zelfs een beetje en wankelde, net als na een flink eind roeien, wanneer je een beetje vreemd gevoel in je benen hebt. Maar één granaat. Het is allemaal wel snel voor elkaar met één granaat, dacht ik. Hoe is het godsmogelijk, herhaalde ik steeds maar bij mezelf. Hoe is het godsmogelijk? We bevinden ons nu in de late namiddag in de passage Choiseul in Parijs. Een overdekte winkelgalerij die dateert van bijna een eeuw geleden en die nog steeds een winkelgalerij is. Overkoepeld door een glazen dak. En wij moeten ons voorstellen dat de familie van Céline, de vader en moeder en hij, hier ook woonden. In een huis, dus eigenlijk zonder ramen op de buitenlucht. En het is nog steeds een galerietje van modewinkeltjes. De vader van Céline bracht wat geld thuis door te werken voor een assurantiekantoor. Terwijl de moeder van de schrijver Céline in dat winkeltje een handel dreef in modeartikeltjes en vooral kant. Een heel precair bedrijf, want de mode veranderde aldoor en er waren veel eisende klanten die wel of niet betaalde. En in deze bedreigde wereld van de kleine neringdoenden is Céline opgegroeid. En dat heeft eigenlijk toch een stempel op hem gezet. Dat de mens werkelijk niet vrij is en in een kooi geboren is en in een kooi leeft, waar hij ook heen vliegt en wat hij ook doet. En je voelt toch wel, als je naar boven kijkt, naar die verdiepingjes waar die mensen boven die winkeltjes gewoond hebben, en dan kijk je naar die glazen koepel, dan begrijp je toch iets van die tijd. En dat is geweest begin van deze eeuw. Dus zeker 80 jaar geleden. En waarschijnlijk is dit hier 100 jaar geleden gebouwd. En hij schrijft er zelf over, over die wereld. Hij noemt het de nette armoede. Armoede waarvoor je niet durft uit te komen. Dus niet echte armoede, gewoon zoals in een volkswijk, maar nette armoede. En dat is de verschrikking. En ik heb als commentaar daarop geschreven dat er toch ook nog een andere armoede is, waarvan hij geen weet heeft. Een derde armoede. En dat is de armoede van mijn jeugd. De armoede voor een ideaal. En dat is volgens mij nog erger. Het nummer, de bepaalde winkel waarin de familie Céline haar bedrijf had en waarboven familie Céline woonde, is nummer 86. Wat nu ook nog een soort modieus winkeltje is met parfums en galanterieën. Dus zo verschrikkelijk veel is er niet veranderd. Als je om maar iets te noemen, al 20 jaar weet hoe de telefooncel van de kroeg eruit ziet,
zo smerig dat je altijd denkt dat het te play is, dan heb je geen zin meer om grapjes te maken over ernstige dingen. En zeker niet over je buitenwijk van Clichy. Dan besef je maar al te goed waar je terecht bent gekomen. De huizen mogen dan nog zo'n piskleurtje hebben. Ze laten je niet meer los. Met hun saaie gevels. Met hun hart dat voor de huiseigenaar klopt. Deze kamer is de spreekkamer van Céline, wiens eigen naam was Ferdinand Destouches. Het is een beetje veranderd. Het is een kleine kliniek, wat toen een buitenwijk van Parijs was. Een arme wijk, een volkswijk. Het ziet er nu een beetje beter uit, maar het is natuurlijk nog steeds hetzelfde voorportaal van de dood. Hij ging hier werken in 1929... nadat zijn praktijk, zijn privépraktijk in een straat in Clichy op niks uitgelopen was. Hij had wel patiënten en zijn patiënten waardeerden hem ook wel. Maar ze betaalden niet of ze konden niet betalen. Dus hij moest het opgeven en hij moest hier een baan uitoefenen. En hij heeft hier gewerkt en niet achter dit bureau, maar op deze plaats heeft hij in een stoel gezeten. Om patiënten te ontvangen en te helpen en te onderzoeken van 1929 tot 1932. En er zijn nog archieven over hem, er is nog wat correspondentie hier. En er zijn nog vrij oude mensen die zich hem herinneren. En in die tijd, in die drie jaar, het was zwaar werken hier natuurlijk. En 's nachts kon hij niet slapen van die oorlogsverwondingen aan het front in zijn kop. Het zuisde in zijn kop, er werd muziek gespeeld in zijn kop, er werd fluit gespeeld in zijn kop. En hij kon bijna nooit slapen. En toen is hij 's nachts, omdat hij toch niks anders kon doen, is hij in die drie jaar de Voyage au bout de la nuit, dat geweldige boek dat een bom zou zijn, zijn reis naar het einde van de nacht gaan schrijven. Het hele probleem van de stijl van Céline. Hij verschilt van de andere moderne Franse schrijvers. Het Frans is gezuiverd in de 18e eeuw en begin van de 19e eeuw door de puristen. En is tot een totaal zakelijke, rationele taal gemaakt, waarin het heel moeilijk is om gevoelens uit te drukken. En met Céline komt een soort bevrijding daaruit. Dat wil zeggen, zijn tekst maakt de indruk en zijn dialogen maken de indruk letterlijk opgenomen te zijn. Wat iemand zegt, en het is niet zo. Het is toch wel degelijk heel geraffineerd gestileerd. Het andere bijzondere is de zelfspot. Er bestaat praktisch geen levende Franse schrijver die zichzelf met zichzelf de spot drijft. En Céline doet dat voortdurend met een hele krachtige, sarcastische, weemoedige humor. Die niet vermoeid ook, hij weet dat te moduleren. En het is begrijpelijk dat hij, maar vooral buiten Frankrijk, veel meer dan binnen Frankrijk, hij heeft veel meer erkenning gevonden buiten Frankrijk. En veel meer invloed op schrijvers gehad buiten Frankrijk. In Nederland, in Amerika, in Engeland, overal. Hij heeft invloed gehad, de kennismaking met zijn werk heeft invloed gehad op het werk van collega Hermans, Willem Frederik Hermans. En zeer beslist invloed gehad op mij. Ik heb een paar dingen van hem geleerd. Dan stijgen de dromen op in de nacht en krijgen meer gloed door de illusie die het bewegend licht ons voorttovert. Het is geen pure werkelijkheid wat zich afspeelt op het scherm. Het is vaag genoeg
om ruimte over te laten voor de arme mensen met hun dromen en hun doden. Je moet je als de donder volproppen met dromen, om daarmee verder het leven door te gaan dat buiten op je wacht als de bioscoop uitgaat. En om het weer een paar dagen uit te houden in al die ellende van mensen en dingen. Toen Céline met zijn eerste boek Reis naar het einde van de nacht in 1932 een bepaald bescheiden succes had, wilde hij opnieuw in Montmartre wonen, zijn geliefde buurt. En tenslotte, misschien niet meteen dat jaar, maar het jaar daarna, dacht hij dat hij eigenlijk is uit de armoede en uit de schamelheid en uit de zinkput moest en dat hij het een beetje beter moest wonen. En toen heeft hij zich veroorloofd om in dit appartement, in dit gebouw, een appartement te huren. Waar hij gebleven is en waar na enkele jaren zijn vriendin Lucette zich bij hem gevoegd heeft, die tot zijn dood bij hem gebleven is, met hem getrouwd is en die nu als zijn weduwe nog leeft. En hier heeft hij gewoond tot de tragische ommekeer. Het is een donkere zijde van zijn leven. Het zijn geen lofwaardige dingen die gebeurd zijn. En hij heeft in 1944 samen met Lucette en met zijn kat Bébert en met acteur Vigan moeten vluchten voor de geallieerden naar Duitsland. En is na de oorlog is hij, Céline, bij verstek vervolgd wegens landverraad. Wat allemaal nog langzaam maar zeker op een sisser uitgelopen is. Want de beschuldigingen waren niet erg concreet. In die zin dat hij wel een bepaalde mening verkondigde en wel bepaalde malle dingen beweerde. Maar dat hij nooit bijvoorbeeld van de Duitse bezetting geprofiteerd heeft. Dat hij precies zoveel honger en ellende heeft geleden als de andere Fransen. En dat het eigenlijk ja een soort excentriciteit van hem was. Maar niet een profiteer, heeft nooit iemand aangebracht. Gewonde mensen van het verzet die konden bij hem, de arts, terecht. Daar hield hij zijn mond over. Het is heel vreemd en dubbel en onbegrijpelijk. En hier heeft hij dus gewoond, ja, hoe zijn leven toen ook geweest mogen zijn. Hij heeft een mooi uitzicht gehad, dat valt niet te ontkennen. Het liefdesprobleem bij Céline zelf, als ik het goed zie, dat weet ik niet hoor, dat het probleem bij hem niet is om liefde en tederheid te schenken, maar om liefde en tederheid te ontvangen. En daar is hij bang voor. Bang om tederheid en liefde te ontvangen, uit vrees om die tederheid en die liefde weer te verliezen. Dus daarom kiest hij liever een vrouw die, bij wie hij tot niets verplicht is en van wie je geen liefde hoeft te eisen. En daardoor komt hij tot een soort romantisch verheerlijkend beeld van de prostituee die boven de moraal staat door haar gedrag. En daardoor weer op romantische wijze een soort heilige wordt. Die het weliswaar voor geld doet met mannen, maar voor minder geld voor mannen waarop ze meer gesteld is. En helemaal gratis, zonder betaling, met de man van wie ze echt houdt. En in het geval Céline is het merkwaardig dat hij er vermelding van maakt. Dat is misschien overdreven, het is misschien niet eens waar dat hij in zijn verheerlijking, hij dat schrijft, dat die prostituee, die Amerikaanse prostituee Molly, hem in zijn nood onderhoudt en kleren voor hem koopt en dergelijke. En het is een beeld zoals Céline het wil zien. Ik denk niet dat het waar is. Het is niet gelogen in de strikte zin des woords. Maar dat is dus een wonderlijk romantisch ideaalbeeld van de vrouw. Het bordeel is nu gesloten. Dat is het enige wat ik te weten ben gekomen. Ach, die arme, lieve Molly.
als ze nog leeft en dit ooit ergens onder ogen krijgt, dan wil ik dat ze heel goed weet dat ik wat haar betreft niet veranderd ben. Dat ik altijd en eeuwig van haar zal houden, op mijn manier. En dat ze hier naartoe kan komen, wanneer ze maar wil, om mijn brood en mijn lot te delen. En als ze niet mooi meer is, ach, wat doet dat ertoe? We zullen ons wel redden. Om van haar weg te gaan, moet ik wel helemaal gek zijn geweest. Een gek van het vuile, harteloze soort. Toch ben ik tot nu toe diep in mijn hart dezelfde gebleven. En als morgen de dood me komt halen, dan weet ik zeker dat ik nooit zo koud, zo lelijk en zwaar zal zijn als de anderen. Zoveel liefde en dromen heeft Molly me in die paar maanden Amerika geschonken. Als een schrijver, een kunstenaar bekend wordt, beroemd wordt, dan komt er altijd bij het publiek en bij iedereen een belangstelling voor de persoon van die schrijver, de persoon van die kunstenaar. En dat is, ja, dat is iets wat natuurlijk gebeurt. Maar vaak ontdekt men dan dat het niet om die persoon gaat. Dat die persoon betrekkelijk onbelangrijk is vergeleken bij het werk. En daar komt bij dat Céline een bewogen leven heeft gehad, maar dat er altijd iets is wat zich onttrekt aan waarneming. We zijn hier in dit huis hier geweest. We zijn heel hartelijk en behulpzaam ontvangen. Maar niets in dit huis ademde iets exclusiefs, iets bijzonders, iets van vertoon. Iets van zich willen omringen met een bepaalde smaak. Het is een idee, alleen maar een idee die hier woont. De idee van het werk van Céline, de idee van zijn visie op de wereld, op de mensen, op het leven, op de liefde en op de dood. En de verwantschap tussen de twee, dat liefde en de dood misschien wel één en hetzelfde ding zijn. En zo kun je dus alles en nog wat van Céline navorsen in archieven. En je komt natuurlijk wel erg ontroerende foto's tegen. Maar als u mij vraagt, wat was het precies voor een man? Dan zou ik daar geen antwoord op kunnen geven. En ik geloof dat dat de grootheid is. Dat grote mensen niet iets, dat alles wat tastbaar is aan die mensen in wezen onbelangrijk is. Hoe ze leven, hoe ze zich kleden, wat ze eten. En dat geldt in heel belangrijke mate, voel je die grootheid van Céline juist door de afwezigheid van alles wat spectaculair is, wat banaal is, wat luxueus is. Het is een soort overweldigende leegte. Een leegte gemaakt om ruimte te scheppen voor het kunstwerk. Ruimte voor de openbaring. De dood laat me nooit los. Elke seconde van mijn leven heb ik hem gezien en zie ik hem. Binnen in mezelf en tegenover me. Maar ik moet erom lachen. Dat is iets dat u niet moet vergeten. Ik heb plezier in mijn dodendans. Alsof het een geweldige grap was. Elke keer dat ik het onherroepelijke einde moet uitbeelden in mijn boeken, hoor je de mensen die schateren van het lachen. Gelooft u me, de wereld is grappig en de dood is grappig. En daarom zijn mijn boeken grappig en ben ik eigenlijk heel vrolijk. Ze hebben niets nagelaten om ervan af te helpen. En toch blijft er in mij nog iets over dat door en door vrolijk is. Tot het moment, over 25 jaar of over een seconde, dat mijn vrolijkheid tegelijk met wat mijn leven genoemd wordt uit elkaar klapt, mijn leven dat voor mij, net als voor ieder ander, slechts een wijze is om dood te zijn. Bijna dood, al dood. Een dood zonder woede.
En als deze woorden met elkaar een betekenis hebben, een gelukkige dood. Nous profondis, Iob tedeum, à la grand-vergne, le petit homme, chacun goéland dans sa monture. À le coulant, à le figure, c'est le qu'on branle chaque matin, pour faire lever tous les putains. Grosse bataille, petit butin, depuis l'Irlande aux Dardanelles. We bevinden ons nu als het ware in de laatste scène van het boek van Céline, Reis naar het einde van de nacht. Het is inderdaad het einde van de nacht, het is bijna het begin van de morgen. En vlakbij is de kermis bijna afgelopen en er is een man doodgeschoten, wiens lijk nu langs de kade wordt voortgedragen. En de dode is Robinson, die alle onzin en flauwekul van het leven had hij eigenlijk genoeg van. En hij had ook genoeg van alle valse gevoelens van de zogenaamde liefde. En daarom heeft zijn vriendin hem doodgeschoten. En zijn lijk wordt nu voortgedragen langs de kade. En de held van het boek, Bardamu, die volgt die doden langs de kade. En die paar laatste alinea's, ja, ik heb nooit van mijn leven iets gelezen wat zo aangrijpend was als het einde van dat boek, Reis naar het einde van de nacht. Tegen het einde van de nacht draaien de sluisdeuren langzaam open. En dan begint het hele landschap opnieuw te leven en gaat alles aan de slag. De oevers scheiden zich heel langzaam van de rivier. Ze staan op, verheffen zich aan beide kanten van het water. Het werk doemt op uit de schemer. Je begint alles weer te onderscheiden. Heel simpel en keihard. Laat ons hopen dat hij hier voorlopig de rust vindt tot de jongste dag, de opstanding en het oordeel. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. In de verte vloot de sleepboot. Zijn roep klonk over de brug, over een boog, nog een boog, over de sluis,
over weer een brug, ver weg, hoe langer hoe verder. Hij riep alle aken en boten van de rivier om naar hem toe te komen, allemaal. En de hele stad en de hemel en al het land en ons, alles voerde hij mee, ook de Seine, alles. Want hij wilde niet dat iemand er nog over sprak.